Niet alleen Beerschot verliest een sterkhouder, ook Antwerp deed dat en ook dat was een kleine soap. Kevin Oris vertrok vorig weekend en was dan enkele dagen spoorloos. Nu, de bestemming was Daejeon in Zuid-Korea en uiteindelijk werd de man die vorige week nog 3 keer scoorde ook met onmiddellijke ingang getransfereerd naar Daejeon Citizen. Oris moet daar in de spits de concurrentie aangaan met Kim Dong-hee, Han Goi-ron en Kim Sol-ki. Zonder Oris dus trok Antwerp vanmiddag naar de op 1 na laatste in de stand Sint-Niklaas. En bij Antwerp maakte Wanfor zijn debuut. Antwerp moet verder zonder Oris. Gelukkig is ook Karel de Smet een uitstekende kopper. Hij brengt Antwerp vroeg in de wedstrijd op voorsprong. 0-1 dankzij de nieuwe aanvoerder. Antwerp verdeelt en heerst, maar het is de thuisploeg die het gevaarlijkst is. Gloeftsis wordt diep gestuurd. De ex-Antwerp-speler faalt niet. 1-1, de bordjes hangen weer gelijk. Stavros Gloeftsis is vorig seizoen nog zwaar gecontesteerd op de Bosuil. Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft. Antwerp met het overwicht, Sint-Niklaas met de dreiging. De Fournier houdt zijn ploeg in de match. De staartploeg heeft de wind in de rug, waardoor het gevaarlijk is op stilstaande fases. Eerst brengt de latredding en even later pakt de Fournier uit met een mirakelsave. Het Antwerpdoel wordt belegerd. De daaropvolgende corner wordt aan de tweede paal binnengekopt door Vertongen. Sint-Niklaas verdient op 2-1. Antwerp krijgt in de slotfase nog een aantal goede kansen op de gelijkmaker, maar het mag vooral de Fournier bedanken dat het geen 3-1 wordt. Antwerp verliest van de op 1 na laatste nederlaag die hard aankomt. Inderdaad, een pijnlijke nederlaag voor Antwerp. De ontgoocheling was dan ook bijzonder groot. En dat kon vooral trainer Bart Willemsen niet verbergen. Hij kwam behoorlijk hard uit de hoek na de wedstrijd. Ja, mijn analyse is denk ik simpel. Als je in deze wedstrijden verliest, dan moet je niet meer over eindronde spreken. En tijdens een winterperiode was het de bedoeling van de ploeg te versterken. En ik vind dat onze ploeg verzwakt is vandaag. En ja... Dan denk ik dat je heel realistisch moet zijn. Als je ziet hoe onbehulpzaam we vooraan acteren, dan denk ik dat je andere zaken moet vooropstellen. Op deze manier kan dat absoluut niet. Nee. Hoe bedoel je verzwakt? Heb je dan over het vertrek van Oris? Ja, onder meer. Plus ook, je ziet ook aan Lambeau wat hij meedraagt. Vooral het vertrek van Oris is een sleutelspeler voor ons. En, het is nu zo, we moeten die bladzijden omdraaien. Maar als je deze wedstrijd verliest, dan denk ik dat je realistisch moet praten. Iedereen doet er alles aan, maar we moeten de feiten ook onder ogen zien. En, als je verliest op Sint-Niklaas, dan is eindronde ver weg, zeker en vast. Is het ook een oproep aan het bestuur voor versterking? Nee, dat is geen oproep. Dat is algemeen geweten. Dat is ook vooraf besproken. Mensen moeten werken op hun domein. En, ik hoop alleen maar dat de sportieve visie van de trainer wordt gevolgd. En, ik ben hier om de ploeg te trainen en om beter te maken en aan te geven waar er zwakke plaatsen zijn. En, op deze manier over eindronde spreken is gewoon niet realistisch. Ik ben heel ontgoocheld, enorm. Ja. Ik heb eigenlijk weinig woorden en veel ontgoocheling. Ja, ook een beetje frustratie, merk ik in de spelersgroep, na wat er vandaag gebracht is geweest. Ja, maar ik denk dat we veel balbezit hadden. Maar we zetten dat balbezit niet om in kansen. En dat is misschien mede omdat we terug op zoek zijn naar... Om voorin die balans te vinden. En die hadden we gevonden vorige week. Maar iedereen weet dat we onthoofd zijn terug. En dan moeten we terug op zoek. En dat is een beetje het verhaal van dit seizoen. Dat we constant op zoek moeten naar balans. En, het verlies aan Oris heeft zijn gevolgen. Dat heeft inderdaad zijn gevolgen. Hè. Kevin is niet zomaar iemand. Hè.